Toen Karen Dame een jaar geleden de Lotto Arena vastlegde, verklaarden heel wat mensen haar gek. Maar vrijdag stonden de eerste fans al in de voormiddag aan te schuiven voor een goede plaats in de Lotto Arena. Dat het concert uitverkocht was, maakt Karen alleen maar blij. Nee, ik was er helemaal niet gerust in. Maar omdat ik het wel voelde aankomen. Weet, het was zo, het heeft heel lang op 3500 tickets gestaan, maar dan plots kwam een album uit. En dan vlogen die tickets de deur uit. Dus dat wou echt wel zeggen dat de mensen het album goed vonden en daarom ook naar hier wouden komen. Dus het was een beetje, nou ja, het gaf elkaar de hand. En ik merkte al heel snel van wow, het gaat nu sneller en sneller. Dus de kans zit er wel in dat we echt wel uitverkocht gaan geraken. En dat is nu gebeurd. Dus als ik dat nu totaal niet had zien aankomen, dan had ik wel alweer geweend. De 5500 mensen in de Lotto Arena waren benieuwd naar wat Karen Dame tijdens haar eerste grote soloconcert zou brengen. Sowieso natuurlijk alle nummers van de plaat, want het blijft een albumvoorstelling. Maar dat zijn er maar 10 en dan kun je geen hele avond vullen. Dus ik denk dat de mensen dan niet echt blij zouden zijn met hun ticket met maar 10 liedjes. Ik kan die 10 liedjes ook niet allemaal 2 of 3 keer opnieuw doen. Dus er zitten natuurlijk ook een aantal covers tussen van mijn eigen grote muzikale helden. Ja. En liedjes die ik gewoon ook al heel mijn leven altijd al heb willen zingen is voor een groot publiek. Dus ik vind dat een fantastische gelegenheid. Dat toeristen MC tijdens het concert zou optreden, dat was geweten. Maar ook Reggie was van de partij. Karen bracht naast haar nieuwe nummers ook een aantal covers. Eén daarvan was Il Joie de Piano Debout van de eerder dit jaar overleden zangeres Frans Gall. Ten eerste zong ik dat vroeger heel dikwijls in de karaoke. Omdat ik dat een van haar mooiste liedjes vind. Ik heb er ook heel goede herinneringen aan. En natuurlijk omdat ze veel te vroeg van ons is heen gegaan dit jaar nog. Daar was ik toch wel even niet goed van. Voor Karen Dame is het concert in de Lotto Arena een nieuw hoogtepunt in haar carrière. Ik denk dat ik hierna in een gigantisch zwart gat ga vallen of zo. Want dit is eigenlijk ja, het neusje van de zalm, de kers op de taart na al die maanden hard werken. Pas op, hard werken, ik doe dat graag, hè, maar het was ook wel wat hard werken. En dit is het hoogtepunt en het is maar één keer en dat vind ik zo jammer. Dus ik hoop echt zo hard dat ik ervan kon kunnen genieten. En genieten deed Karen Dame tijdens haar concert. Het afgelopen jaar was een jaar vol emoties en een bijzonder druk gevulde agenda. Gelukkig heeft Karen goede vooruitzichten. Wel, even rust. Ik had gezegd, we blokkeren de agenda van 17 maart tot 17 april. Dat zit er al niet meer in, want ik zit al vanaf morgen is de cameraploeg er al terug, want ze willen natuurlijk de reacties van de dag erna zien en zo. En ik heb nog een hoop dingen nog al op de planning staan. En dan gaan we ook nog een weekje skiën, dus dat is natuurlijk wel min of meer rust. En dan is het wel even rustig. Ja. En dan zullen we zien wat de tv-plannen nog zijn voor de zomer en zo. Dus, maar het is even een zin vooruitzicht en dat doet wel even deugd.